Artiestencafé. Ja, ik ben zeer vereerd, want ik heb deze twee artiesten al jaren eigenlijk niet meer gezien. En ja, het is zo lang geleden en zo. We zijn allemaal eigenlijk best wel een beetje veranderd. Hmm. Maar nou ja, Rita niet. Nee, die is gewoon hetzelfde. Juist. En ja, ik kreeg een mailtje of dat ze bij ons langs mochten komen. Ik zeg tegen Charles, zeg, dat moeten we gewoon doen. Die laten we gewoon lekker komen. Ja. En hier zijn ze dan, Rita Jong en Gabi Escalera. Hallo. Goedenavond. Hallo. Nou, vertel eens Gabi, wie ben jij? En waar kom je eigenlijk vandaan? Nou, ik ben geboren getogen Rotterdammer. Mm-hmm. Van Spaanse ouders. En ik woon nu in de buurt van Rotterdam. En eigenlijk al mijn hele leven bezig met muziek. De eerste optreden voor het publiek deed ik met mijn 6-jarige. En toen was ik nog klein, jong en lief en leuk. Nu ben ik alleen maar leuk, dat is wel jammer. En ik kijk het al aan. Ja. En, ik wou nog dat ik je toen kende. Nee, en toen ben ik begonnen met zingen en muziekinstrumenten vond ik ook heel erg interessant. Mijn eerste lessen waren accordeonlessen en mijn broer die had de gitaar en dat vond ik ook wel interessant. Dus die heb ik gepakt, mezelf wat akkoorden geleerd. En het zingen is eigenlijk constant meegegaan met al die instrumenten. Piano heb ik leren spelen en tot de dag van vandaag. Ik schrijf ook liedjes natuurlijk. Daar ben ik ook heel jong mee begonnen. Volgens mij met mijn 12e of mijn 11e. En dat was eigenlijk naar aanleiding van het feit dat ik best wel een hoge stem had toen ik jong was. En ik kon geen geschikte liedjes vinden voor mannenliedjes die lagen mij te laag. Dus alleen vrouwenliedjes kon ik zingen, zangeresliedjes. Maar ja, ik zong de meest rare liedjes met de meest rare teksten. Dus dat was ook geen succes. Dus dus toen ben ik zelf maar liedjes gaan schrijven. En eigenlijk tot de dag van vandaag. Ja, ik doe er nu veel dingen bij. Ja. Ook voice-overing, ik doe een stukje acteren erbij. Maar daar gaan we straks nog heel even over hebben, want je hebt met diverse dingen meegedaan. Dus daar ga ik straks eventjes met jou nog over hebben. Ja, maar wij willen natuurlijk ook van Rita weten, want Rita, waar kom jij vandaan en hoe is het voor jou allemaal begonnen? Ja, nou, ik ben Rita Jong en ik ben een oorlogskindje. Mm-hmm. En ik zeg altijd, ik ben in de hongerwinter geboren en dat ben ik nog steeds aan het inhalen natuurlijk. En muziek is altijd mijn leven geweest. Wij wonen in Vlaringen en ik ben in IJsselmonde geboren. Toen waren mijn ouders ondergedoken. Dat heeft een heel verhaal, maar dat heeft niks met dit te maken. Nee. Dus dat ga ik niet vertellen. Maar in ieder geval is het wel zo dat Vlaringen is de stad waar ik woon. En ik heb altijd gezongen. En als ik naar school ging en terugkwam uit school, dan zeiden de mensen op de route van ja hoor, daar komt ze weer. Want ik was altijd aan het zingen. Altijd aan het zingen. En dat was, wij woonden vlakbij een weeshuis, achter ons. En die directeur van het weeshuis, die had gezien dat ik bij mijn ouders op de veranda liep ik heen, net als Evita, weet je wel. En ik was ver mijn tijd voor, hè. Mm-hmm. Ja, want Evita, dat was natuurlijk later. Maar hij had dat gezien en toen is hij bij mijn ouders komen praten of ik niet voor de kinderen in het weeshuis, want dat waren toen echt oorlogskinderen. En of ik daarvoor wilde zingen. Nou, dat vonden mijn ouders wel leuk. En zeker toen ze de uitnodiging kregen dat we dan met de directie samen konden eten. Daar. En mijn broertjes ook. Dus dat was helemaal leuk. Dus dat was mijn eerste optreden. Ik was 4 jaar. Mm. Ja. Dus zo ben je uiteindelijk een beetje met de muziek in aanraking gekomen. Ja, en dat uit gaan breiden natuurlijk. Ja, het ging niet over. En wat Gavi dus ook deed. Ik heb accordeon gespeeld, gitaar gespeeld en vroeger had je geen orkestbanden. Als je ging zingen, dan moest je het liedje, dan luisterde ik naar de muziek. En dan maakte ik daar zelf een tekst op, want vertalen kon ik ook niet, want ik wist niet waar het over ging. Dus dan maak je dat en toen hadden we een duo, de Vlaringa Girls en wij met de gitaar. En wij wonnen de grote prijs van Nederland. En toen zaten we ineens in de show met Anneke Grunlo, Rob de Nijs, Siska Peters, noem ze maar op. Bekend, hè? Met die allemaal, ja. En dat groepje is bij mij allemaal groter geworden omdat ik zelf ben gaan organiseren, zelf singles gemaakt heb en ook duetten met nu met Gavi, maar ook met Sylvia Smit en met Paddy Zaak.
en met Paddy Zuidam. Dat is allemaal op mijn pad gekomen en dat komt eigenlijk omdat ik shows organiseer en dan staat er een artiest iets te zingen en dan ken ik dat ook. En dan sta ik aan de zijkant een beetje de tweede stem mee te zingen en dan roepen ze me al op het podium en als het dan gaat dan doe ik het ook. En ja. Maar alleen als het goed gaat, hè? Anders doe ik het niet. Maar zo komen dan ook die duetten naar voren. Ja. En het mooie is van Gavi dat hij heeft voor mij al 3 nummers geschreven. Ja. Ja. Ja, twee. Ik leef voor die muziek. Twee duetten. En ja, feestjes en lachen. Ja. En dan jij en ik had jij ook geschreven. Ja. Ja. En dan Esperanza, dat is natuurlijk de Nederlandse tekst, heb jij geschreven? Die heb ik geschreven. En dat, dat voel me zeer vereerd, want het ging over mij. Ja, ja, is toch leuk als het over jou gaat. Ja, ja. Ja, verder, ja, ik kan onder mijn vrienden natuurlijk heel veel mensen rekenen. Ik ben pas 80 geworden en ja, wie komt er optreden? Litouwers en de Wannabies. Grootscherm met Saskia, Serge, Ronnie, Tobias, Jaak, Herp, noem ze maar op. Ik zal er wel weer een vergeten, maar allemaal hebben ze me toegesproken en ik wist echt helemaal van niks.
Dus je hebt echt de grootheden onder je. Ja, 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 je maar die ken eigenlijk. Ik natuurlijk allemaal ja. persoonlijk. Ja. En die kwamen allemaal bij mij in de show. Ja. Dus en in mijn radioprogramma. Dus ja, weet je, het is gewoon een leuk wereldje. En en de leuke mensen blijven hangen. Ben ik het toch mee eens. Hé, Gavi, nou ben jij jezelf eigenlijk gaan zien als een creatieveling? Ja, klopt. Klopt. Je vertelde net al, je hebt al diverse dingen gedaan. Je zei van, ik schrijf. Mm. Je doet acteren. Ook, ja. Maar waar zit er nog meer onder jou dan alleen dat? Want volgens mij kunnen we een waslijstje maken, of niet? Ja, ik vind creativiteit, die moet je kunnen uiten op verschillende manieren. En ik ben toevallig in aanraking gekomen met voice-overing. Mm-hmm. Dat was eigenlijk een onderneming in Amsterdam, een castingbureau in Amsterdam, die mij daar out of the blue voor benaderde. En ik had dat toen nog nooit gedaan. En het is uiteindelijk een hele mooie opdracht geworden voor Rijksmuseum. En van daaruit heb je natuurlijk een hele mooie start. Dus ik heb heel veel musea gedaan. Dat ik de tour, zeg maar, in het Spaans ja. Aangeef. Hè, voor de mensen die de app hebben en een Spaanse tour willen. Maar dat heeft ook weer geleid tot andere opdrachten. Ja, en op die manier kom je er eigenlijk een beetje tussen. Ik moet eerlijk zeggen dat voice-overing is best wel een belangrijk deel. Van wat ik door de week doe. Ja. Van dat soort opdrachten komen meestal door de week. En in het weekend treed ik natuurlijk op. Hè, met mijn zangen, met mijn muziek. En daarnaast een stukje acteren. Ja, dat is ook per ongeluk gebeurd. Ik bedoel, dat zijn wel dingen die ik heel erg leuk vind. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment begin je daaraan, word je geboekt. En je hebt er geen ervaring in. Dus elke keer kom je een stukje verder. En dan kom je erachter dat het best wel heel erg leuk is. Maar muziek is wel het belangrijkste. Ja, ja. Maar waar heb je onderhand eigenlijk al ingespeeld? Nou, ik heb verschillende rolletjes gehad. Het zijn tot nu toe voornamelijk Spaanstalige rollen geweest. Ik ben onder andere Josep Núñez, dat is de voormalige, dat weten de heren misschien wel, de voormalige directeur van FC Barcelona. En met die rol zat ik in de serie, in de drieluik over het leven van Johan Cruijff. Ja. Dus Johan, logisch is anders. En ik heb ook natuurlijk reclamecommercials heb ik veel gedaan. Voor Radio 538 heb ik er 2 gedaan inmiddels. En ook wat jingles ingesproken. En was ook, die jingles, ja, dat is ook een beetje acteren. Want het komt weer een beetje van dat mini-disco af. En dan zet je ook het typetje neer. Maar dan met de stem alleen. Ja, je zei net ook al, je doet ook iets met voice. Ja. De moderne tijd komt eraan. Ja. Heb jij daar ook alles van gekregen van dat het overgenomen wordt in die zin? Dat is dat het over wordt genomen, dat is natuurlijk niet te stoppen. Hè? Want ik bedoel dat in IA of AI, dat is toch best wel heel heftig en dat is toch aan het groeien. Maar ik geloof en ik heb ook gehoord van een van de studio's waar ik bijvoorbeeld Rijksmuseum en Verzetsmuseum heb gedaan, dat ze er wel naartoe gaan dat als er bijvoorbeeld iets veranderd moet worden hè, aan die tekst, dat het kan, dat ze in één keer inzicht krijgen van oh, er moet toch iets anders gezegd worden. Nou, dan werd ik gebeld. Mm-hmm. En dat ze nu eigenlijk mijn stem nabootsen en dan de zin op een andere manier laten zeggen. Ik krijg dan wel een vergoeding natuurlijk, alleen ja, die is natuurlijk stukken minder dan dat ik het natuurlijk zou moeten zeggen. Nou, maar ik vind het ook wel eigenlijk een beetje eng worden. Het is ook eng. Ik bedoel, als je erover nadenkt, is het ook heel eng. Het is net of dat we nu net een stap zetten in de science fiction, want nu is het nog je stem. Ja. Straks loopt er een robot rond met hetzelfde als wat er nu dan eigenlijk gebeurt. En word je compleet overgenomen. Inderdaad, absoluut. En dat is ook niet zo lang geleden gebeurd. Verschillende artiesten, die hadden ze met zo'n programma verschillende liedjes laten zingen van andere artiesten. En gelukkig is daar iets tegen gedaan. Ja. Hè, maar het is al gebeurd. Dus het kan alleen maar erger worden. Ja, ik ben er best wel bang voor, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Maar goed, het is niet te stoppen. Nee, dat klopt. Dus, En je vertelde net al, je was 6 jaar eigenlijk al toen je al zong. Ja. Maar zit de muzikaliteit bij jullie in de familie? Ja, toch wel een beetje. Ja? Toch wel een beetje. Vooral van mijn moeders kant. Zeker de oud-tantes, oud-ooms,
Die zaten allemaal wel in de muziek. Er zitten heel veel accordeonisten bij. Mm-hmm. Ja, dus misschien de link ook gelijk. Dat is wel leuk. Pianisten. En een oom van mijn moeder was ook een hele goede flamenco-zanger. Best wel bekend ook. Tenminste, niet wereldbekend, maar in Spanje vooral. En ik denk dat het daar een beetje vandaan komt. Voor de rest, mijn broers en zus, die zingen absoluut niet. Nee. Mijn moeder danste wel. Ja. Dus die had wel met muziek. Mijn vader die hield heel erg van muziek luisteren. Vooral flamenco vond hij heel erg geweldig. Maar zingen en muziekinstrumenten bespelen, dat deden ze niet. Nee. Nee. Ja. En je bent een entertainer in hart en nieren. Ja. Maar wat wil je nog graag eens een keer proberen te verwezenlijken? Nou, ik zou het vooral heel erg leuk vinden. En dat is omdat ik natuurlijk ook liedjes schrijf. Ik bedoel, het mooiste is als je een liedje geschreven hebt en je zingt hem voor een publiek. Dat ze het meezingen en dat ze de tekst over kunnen nemen. Dat gebeurt wel eens, moet ik eerlijk zeggen, maar natuurlijk op kleine schaal. En ik zou het wel leuk vinden om het bereik wat te kunnen vergroten. Ja, dat je meer mensen kunt bereiken op een leuke en goede manier. En dat je veel mensen kunt leren kennen die van mijn muziek genieten. Dat is eigenlijk wel. Ja. Nou, Rita die moet straks nog gaan kijken, want het Songfestival komt er in principe aan. Hè? Ja, ja. Zou jij zelf daar eens een nummer voor willen schrijven om zoiets op het podium te krijgen? Heeft de kippen mij meegedaan? Ja? 20 jaar het Vlaardingen Songfestival gedaan. Ja. Ja. Ik heb hem niet herkend hoor. Nee, toen zag ik er heel anders uit. Heel zijn er beelden van jongens? Toen was ik blond. Ja, ook weer zoiets, ja. Ja, nee, ik was nog donker, dus dat scheelt. Nee, maar ik zou dat zeker als ik gevraagd zou worden. Kijk, het is niet zo dat ik, maar dan vind ik weer een wedstrijd. Hè. Dus je zegt van, ik stuur het zo in één keer op, hè. Een liedje, dat zou ik niet doen. Maar als ze me zouden vragen, zou ik het wel doen, ja, absoluut. Nou ja, ik zal eerlijk zeggen, ik heb gisteren achter de computer gezeten en ik was wel foto's naar aan het kijken en ik had de koptelefoon op. En daar kwamen af en toe de oude nummers van een Songfestival voorbij, Bugsvis, noem maar op. Mooi, hè? Maar, en Linda Wagenmakers nog van de week bij Carlo. Met alles wat onder de rok vandaag kwam. Maar dan zeg ik van, dan praten we eigenlijk nog over nummers wat nog iets klinkt als een Songfestival nummer. Maar wat we nu al horen is allemaal zo totaal anders. Klopt. Ik had het erover met Charles inderdaad. En tegenwoordig, maar dat is die hele muziekscene. Tegenwoordig is het eigenlijk de tekst en de artiest is eigenlijk van minder belang dan de melodie en het arrangement. Tegenwoordig gaat het, en zeker zo'n Songfestival, gaat het echt om het circus, om het liedje heen. Ja. En het feit is ook, ik zeg altijd van liedjes van de jaren 80, jaren 90, toen echt goede liedjes werden geschreven. Als je me vraagt van, wat was dan en dan een hit, dan zou ik het nog niet weten hoor. Maar als je wel een melodietje geeft, dan weet ik meestal wel welk liedje het is. En dat is met liedjes van de laatste 10 jaar, is dat niet te doen. Wat was 10 jaar geleden een zomerhit? Geen idee. Nee, weet het niet meer. Ik kwam nog iemand tegen en had ik het over het nummer Kisses for Me. Ja. Oh ja, van de mooi. Brotherhood of Men. De voorzitter. Ja. Though it hurts to go away, it's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. I love you. I love you. You know, I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone. But you keep me hanging on for one more smile. Leuk, hè? En dan zeiden ze van, wie is dat? Ja, die hebben meegedaan met het Songfestival. Ja, maar door de verandering van de muziek verdwijnt het echt op de achtergrond. Het is zo jammer. Liedjes van vroeger die gaan gewoon nog steeds goed mee. En die gaan langer mee dan de liedjes van tegenwoordig. Ja. En dat is gewoon, het is een product, een consumptiemaatschappij geworden. Ja. De muziekindustrie. En dat is wel jammer hoor. Dat is wel jammer.